Messi of Ronaldo? Ik ben altijd voor Messi, ja. Ik vind dat hij gewoon van nature al zoveel kwaliteit heeft. Toen u bij de jeugd van Manchester voetbalde, speelden er twee Nederlanders in het eerste. Eén daarvan kwam van Vitesse en ging ook weer terug naar Vitesse. Weet u welke speler ik bedoel? Zo ja, heeft u hem ooit gesproken over voetbal en Vitesse? Ja, dit is een goede vraag. Goed nadenken. Oh. Ik ken alleen Raymond. Nee, je kent hem. Ken ik hem? Oh, Bühner. Yeah. Alexander Bühner, ja, die ken ik. Ik heb zelf nog met hem bij RC gespeeld 2 jaar geleden. Dus hij zat er nog in het laatste jaar dat ik bij United was. Dus toen had ik hem niet gesproken. Maar toen hij naar RC kwam, had ik hem toen wel veel vragen gesteld toen hij bij United speelde. Dus eigenlijk toevallig dat ik hem met hem heb gespeeld bij RC, ja. Hoe was het om Europees kampioen te worden met Oranje onder 17? Onderzoek gedaan. Ja, dat was heel mooi. Een bijzonder toernooi, omdat we 3 keer met penalties hebben gewonnen. En om het toernooi te winnen was voor mij een hele mooie ervaring, om dat al zo jong mee te maken. Dat neem je wel mee in de rest van je carrière. Wie is de beste middenvelder in de wereld? Poh. Voor mij op dit moment Jude Bellingham. Hoe was het om met PSV in de Champions League van Manchester United te winnen? Dat was leuk. Die groepsfase waren hartstikke goed. Toen zijn we ook doorgegaan. En het was wel een best lastige pool. Dus volgens mij is dat tot nu toe de laatste keer dat we echt doorgingen in de groepsfase. En ja, dat was een groot feest. En de wedstrijd daarna verloren we jammer genoeg van Atletico Madrid, ja. Wat was je mooiste voetbalwedstrijd bij Vitesse? Bij Vitesse? Ik denk tussen de afgelopen wedstrijd tegen NEC of vorig jaar. Maar dan ga ik toch voor vorig jaar, denk ik. Omdat het de manier waarop was het was mooi. Dus ik kies voor die vorig jaar tegen NEC. Ja, en ik heb nog een vraag aan jullie allemaal. Waar zijn jullie ontdekt als profvoetballer? Ik speelde nog bij een amateurclub. Toen was ik 13 jaar, toen ben ik gescout door FC Dordrecht. Dus dat was mijn eerste betaald voetbalclub. Dus toen was ik 13 jaar. Ja, ik bij VDZ in Arnhem. Toen was ik 11, denk ik 12. Toen ging ik naar Vitesse in de jeugd, ja. Ja, ik was in Manchester ook bij amateur team. En toen van daaruit naar de Academie van United gegaan. Op 1 november 2015 speelde u voor het eerst als prof tegen uw broertje Robin en u won met PSV. Ik ga niet vragen of u rekening hield met hem tijdens de wedstrijd, maar ben wel benieuwd of er wel en na de wedstrijd een spanning was thuis. Ja, dat is ons hele leven. Thuis mochten we in de woonkamer mochten we af en toe voetballen, dan was het al strijd. En nu in de Eredivisie helemaal natuurlijk, als je voor het eerst tegen elkaar speelt. Dat was hartstikke leuk. En voor de wedstrijd heb je het er even over. En in de wedstrijd ben je gewoon je eigen ding aan het doen. En volgens mij scoorde ik nog. Dus dat mij, hij weet het wel. Misschien wel 2 keer. Ja. Nee, dus dat was hartstikke leuk, ja. Ja. Wat vond je het leukste aan deze middag? Dat zij een hele leuke middag hebben om ons vragen te kunnen stellen. Dus voor hen is dat super leuk. Ik heb het vaker gedaan en ik vind het leuk om kinderen een leuke dag te geven. Ja, zeker. Het was veel leuke vragen van de kids. Dus ik hoop dat zij ook een leuke middag hebben gehad. Laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Oh.